Dit jaar 35 ballonnen per dag mee. Dus in totaal gaan er op vrijdag, zaterdag samen 70 ballonnen de lucht in. Dit is de 9e editie die we hier in Grave doen dan in ieder geval. Ja, dat is toch wel onze Van Gogh ballon. De ballon die helemaal een portret van Van Gogh is. Dat is wel een trekker dit jaar. Ballonvaren zeg ik altijd is iets wat je moet meemaken. Dat moet je beleven. Heel veel mensen die hebben er best een beetje angst voor. Hè. De meesten die zeggen ook van ik heb hoogtevrees. Nou, je kunt een ballon in principe nooit geen hoogtevrees hebben. En de kick is, als de ballon vertrekt en zo in het luchtruim gaat, dan vind ik dat helemaal fantastisch. Na afloop het glaasje champagne ergens in een veld met een mooie ondergaande zon. Grave is een ballonstad denk ik inmiddels. Als ik ga kijken naar de festivals die in Nederland gehouden worden, dan zijn er een 4 tot 5 festivals. En ik denk dat we daar zeker bij horen. Ik denk dat we zeker als Grave als ballonstad mogen zien. Nou, het is hartstikke mooi om te zien en je gaat over de Maas in. En ik woon in Reek en we zijn een eindje naar Reek gegaan. En dan over waar je woont en zo, dat hele gebied. Super! Hartstikke leuk! Ja, helaas een valwind. Kan gebeuren. Ik kwam aanvliegen. De wind rolt hier over de dijk heen en trekt mij mee naar beneden. Maar dat maakt niet uit. Morgen hebben we weer een andere bij. Morgen weer een andere dag. Morgen weer een andere show. Ja. Of is het niet handig om gewoon een extra rondje te maken? Bij een vliegtuig hebben we voorwaartse snelheid. En bij een helikopter hang je in principe redelijk stil. Dus wij hebben echt het gevoel dat we ook vallen straks. Omdat we nog niks hebben om... Normaal werken wij met ons lichaam en met de weerstand. En dat kunnen we niet vanuit de heli. Dus het eerste stukje gaan we even. Als ze mij morgen weer vragen, dan spring ik nooit meer. Houd gewoon de mand vast. Dus als je daar staat, loop je gewoon al de mand vasthoudende, loop je naar dit punt en dan stap je in. Ik vind het alleen leuk. Ja, ik geniet er wel van. Wat heeft dit gekregen voor de verjaardag, voor de 16e verjaardag? Ja, heel leuk, maar wel een beetje eng. Ja, in ieder geval, de motor kan niet uitvallen, dat scheelt weer. Ja. Ik gooi toch niet naar Petrus. Ik sluit eerder af.